gaan kijken naar nog een toepassing van inductie. En dat is geen onbelangrijke en ook geen onbekende. Dat is namelijk de transformator. En de transformator, daar maak je veel gebruik van in het dagelijks leven. Denk maar aan de oplader van je telefoontje. Daar zit ook een transformator in. We gaan kijken naar wat nu een transformator is. We gaan zien hoe die werkt. En tot slot gaan we ook een aantal formules behandelen die te maken hebben met de transformator. Ik heb wat afbeeldingen van transformatoren. Een echte, een demonstratiemodel en het afgesproken schemaatje. Laten we met het laatste beginnen. Zo ziet hij eruit in een schakelschema, in een tekeningetje van elektrische schakeling. Het bestaat uit twee spoelen. Dat kun je in het middelste plaatje het beste zien bij het demonstratiemodel. Twee spoelen die verbonden zijn door middel van een ijzeren ring. En op de ene spoel wordt van buiten een spanning aangebracht. En dan zul je zien dat er op de andere spoel ook een spanning wordt gegenereerd. En allebei de spanningen zijn trouwens wel wisselspanningen. In een echte transformator zie je die twee spoelen niet zo goed, want die zijn dan vaak in elkaar gebouwd. Ze zijn er wel, maar ze zijn niet zo goed te herkennen. Hoe werkt nu een transformator? Nou, daarvoor heb ik deze schematische weergave erbij gepakt. We zien hier weer de twee spoelen. De rode spoel en de blauwe spoel. En ze zijn met elkaar verbonden door een zogenaamde weekijzeren kern. En deze weekijzeren kern heeft als functie dat het heel goed magnetische veldlijnen geleidt. En de hele werking van de transformator heeft te maken met die magnetische veldlijnen. Laten we eens gaan kijken. De rode spoel heet de primaire spoel, want op de rode spoel wordt van buitenaf een spanning gezet. En die spanning is een wisselspanning. Als je hier een spanning opzet, die ook nog eens verandert in de loop van de tijd, krijg je ook een wisselstroom lopen. Die stroom die verandert dus in deze rode spoel en die zorgt ervoor dat die rode spoel een magnetische veldlijnen gaat maken. En die hoeveelheid en richting van magnetische veldlijnen die varieert continu. Dus de magnetische flux door deze spoel varieert continu doordat de spanning en de stroom gewoon continu variëren. Die veldlijnen worden door de magnetische kern worden die geleid. Die volgen dus de kern en die maken een mooi rondje door de kern. En doordat ze een mooi rondje maken gaan die veldlijnen ook allemaal door deze blauwe spoel. Wat gebeurt er nu in deze blauwe spoel? Die veldlijnen, de hoeveelheid en de richting daarvan varieert continu in de loop van de tijd. Dus de flux door deze blauwe spoel varieert ook continu. En we hebben al gezien, hier is hier nog een keer de formule, dat wanneer de flux door een spoel varieert in de loop van de tijd, dan krijg je een inductiespanning. Dus als je hier de spanning gaat meten bij de twee uiteinden van de blauwe spoel, dan zul je daar een spanning meten en dat is dan de inductiespanning. Wanneer je links en rechts evenveel windingen hebt, dan zul je zien dat wanneer je links bijvoorbeeld 10 volt spanning op de rode spoel zet, wisselspanning, dan krijg je rechts ook precies 10 volt wisselspanning eruit. Het is dus een hele mooie manier om stroom te transporteren van de ene naar de andere spoel, zonder dat er, elektronen lopen van links naar rechts. Want dat is wel een belangrijk punt om even op te merken. Die twee spoelen zijn elektrisch niet met elkaar verbonden. Er lopen geen elektronen van de ene naar de andere spoel. De overdracht van energie gebeurt door middel van een fluxverandering in deze weekijzeren kern. In de formule van inductiespanning zie je ook dat die N een functie heeft. Wordt N het aantal windingen in de blauwe spoel dus groter, dan krijg je ook een grotere spanning. En dat houdt dus in dat als ik hier de aantal windingen zou verdubbelen, dat ik hier ook een dubbel zo grote spanning zal meten. Wanneer het aantal windingen in de blauwe spoel bijvoorbeeld 10 keer zo groot is als het aantal windingen in de rode spoel, dan zal de spanning die ik op de blauwe spoel meet 10 keer zo groot zijn als de spanning die ik op de rode spoel aanbied. En dat is een handige eigenschap die ook veel gebruikt wordt. Denk maar weer aan je telefoon. Bij een telefoontje is juist de andere kant op. Je
Je biedt aan 230 volt wisselspanning, want de rode spoel, daar zit de stekker aan, die stop je in stopcontact. En je wil vaak dat er veel minder spanning uitkomt aan de blauwe kant, bijvoorbeeld 6 volt. En dat doe je dus door aan de blauwe kant veel minder windingen aan te brengen dan aan de rode kant. Goed, we gaan ook eens even kijken naar formules. Kun je hiermee rekenen? Ja, dat kan. Het goede nieuws is dat hier de rekendingetjes die je met een transformator kunt, die zijn eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. We zullen daar drie formules eruit lichten. Maar eerst nog eventjes naar het afgesproken schematische tekeningetje van de transformator. Die ziet er zo uit. Ik heb ook wat aangegeven een aantal belangrijke grootheden die bij een transformator een rol spelen. De kant waar je de stroom aanbiedt heet de primaire kant van de transformator. En de kant waar je dan vaak een stroom afneemt met een apparaatje is de secundaire kant. En zowel in de primaire als in de secundaire kant heb je een bepaalde spanning. De primaire spanning en de secundaire spanning. Je hebt een bepaalde stroom lopen, de primaire stroom en de secundaire stroom. En je kunt ook vaak een weerstand definiëren. Hier hebben we de secundaire weerstand aangegeven. En wat ook van belang is, zeker bij rekensommetjes, is het aantal windingen dat je in de twee spoelen hebt. Het aantal windingen in de primaire kant korten we af met een hoofdletter N met een P'tje erbij. En het aantal windingen in de secundaire kant, hoofdletter N met een S'je erbij. Nou, we hebben net al gezien dat je de spanning, de grootte van de spanning in de secundaire spoel kunt veranderen als je het aantal windingen in de secundaire spoel verandert. En daarbij geldt de volgende formule: dat de verhouding tussen de windingen in de primaire en de secundaire spoel hetzelfde is als de verhoudingen tussen twee spanningen in de primaire en de secundaire spoel. Dus wanneer ik hier bijvoorbeeld 100 volt wisselspanning aanbied, ik heb hier 100 windingen en daar slechts 10, dan zal ik ook de verhouding 100 staat tot 10 met de spanningen vinden en dan zou ik ook dus een spanning hier meten van 10 volt wisselspanning. Waarom zeg ik telkens wisselspanning? Omdat wanneer je gelijkspanning op zou aanbieden bij een transformator, dan gebeurt er niks, want bij een gelijkspanning krijg ik in de primaire spoel geen verandering van de flux. En als de flux niet verandert, krijg ik in de secundaire spoel ook nooit een inductiespanning. Dus een transformator werkt alleen maar op wisselspanning. Dan nog een tweede formule. Vaak hebben we het over een ideale transformator. Met de ideale transformator wordt bedoeld dat er tussen de primaire en de secundaire spoel, wanneer de energie wordt overgedragen, dat er geen verlies is. Dat alle energie die er in de primaire spoel instopt, bij de secundaire spoel ook uitkomt. De meeste transformatoren komen redelijk dicht in de buurt. Maar bedenk dat de ideale transformator natuurlijk eigenlijk nooit bestaat. Je hebt altijd wel een klein beetje verlies. Maar bij sommetjes ga je vaak uit van de ideale transformator en daarbij geldt het volgende: dat het vermogen wat ik er primair instop, en vermogen is U mal I, gelijk moet zijn aan het vermogen wat ik er secundair uithaal. Dus UP mal IP is US mal IS. Mocht je nou een niet-ideale transformator hebben, dan komt er nog een derde formule om de hoek kijken. Dan heb ik ook een verlies. Dan gaat er ook een gedeelte van het vermogen wat ik erin stop, komt er niet uit in nuttige vorm, maar gaat verloren vaak in de vorm van warmte. En dat is dan dus verlies.